Ouderen die thuis zitten en even met iemand willen praten, kunnen nu gebruik maken van een thuisbelmaatje. Iemand die er alles over kan vertellen is Joke Boefink. Zij is van Stichting Welzijn en Ouderen. Kunt u zich even voorstellen? Mijn naam is Joke Boefink. Ik werk als ouderenadviseur bij Welzijn en Ouderen Borne Wijkracht. Daar werk ik gelukkig niet alleen. Mijn collega Ellen Sluiter en op het moment hebben we stagiaire Lindsay Oude-Geerdink. En met z'n drieën zorgen we nu dat het thuisbelmaatje in Borne een aanbod is waar die mensen die daar behoefte aan hebben gebruik van kunnen maken. Oké. Belt u nu vanuit huis? Ik bel nu vanuit huis, ja. Dus dat is ook gewoon thuiswerken? Dus ook gewoon thuiswerken, ja. Ja. En ik hoor van sommige mensen dat het heel moeilijk is om werk te blijven houden. Mm-hmm. Ik moet zeggen, ik kom niet door mijn werk heen. Nee. En gelukkig hebben we faciliteiten dat we heel goed vanuit huis ons werk kunnen blijven doen. Ja, maar het is wel aanpassen, het is wel anders. Ja, precies. Nou ja, miljoenen mensen, ouderen, die zitten nu thuis, waaronder heel veel ouderen dus in Borne. Wat kunt u vertellen over hen? Nou, wij hebben nu de ervaring dat, en eigenlijk de bevestiging moet ik zeggen, dat Borne echt het leukste dorp is van Overijssel. Okay. Een beetje flauw zeggen misschien, maar dat heel veel mensen een netwerk om zich heen hebben. En dat mensen in de buurt naar elkaar kijken. Okay. En dat wisten wij. Dat zien we ook in andere situaties en dat wordt nu gewoon bekrachtigd. Oké, dat begrijp je uit de gesprekken die je hebt, dat heel actief aan de orde is. Ja, we praten ook heel, ik zou het heel vervelend vinden als we nu over ouderen praten als mensen die alleen het slachtoffer zijn of heel kwetsbaar zijn. Ja. Ik hoor ook mensen zeggen, goh, maar wij hebben de oorlog meegemaakt en dit is heel vervelend. Maar ik red me ook wel. Maar dat we daarnaast zien dat heel veel mensen het prettig vinden om even, met elkaar te kunnen kletsen. Mm-hmm. Eventjes wat kunnen vertellen of even wat van een ander kunnen horen. Dat wel heel erg fijn is. Nou heet dat dus thuisbelmaatje. Is dat iets landelijks of is dat alleen heel lokaal? We zien het op verschillende plekken ontstaan. En mijn collega's vanuit Wijkracht in Haaksbergen, die hadden het eerste idee. Wij zijn daar dus gelijk, we hebben met elkaar gespart en ook in Borne op deze manier opgezet. En het grootste verschil met het thuisbelmaatje is dat wij, vrijwilligers van ons, mensen bellen. Mm-hmm. En het initiatief dus, dat mensen worden gebeld. En je hebt al heel veel landelijke initiatieven. Vanuit bijvoorbeeld het Rode Kruis, maar ook bijvoorbeeld de Luisterlijn. Daar kunnen mensen zelf naartoe bellen. Ja, oké. Okay. Nou had je het er al even over van ik merk dat deze gemeenschap er heel erg voor elkaar is. Ja, mm-hmm. Dat is dan zeg maar in zo'n plaats als Borne. Maar bijvoorbeeld grote steden, heb je het idee van dat het daar anders is dan? Daar heb ik natuurlijk niet helemaal zicht op. Maar ook in Borne zien wij wel mensen. En dat is ook waarom we daar vanuit onze organisatie nu nou bij betrokken zijn. Er zijn natuurlijk ook mensen die niet zo makkelijk vragen of die niet iets krijgen aangeboden. Mm-hmm. Dus wat wij nu vooral onze taak vinden, en daarom werken we ook nauw samen met andere organisaties, is dat we proberen die mensen waar we denken van, nou, gaat daar alles goed? Dat we die dus zelf actief benaderen. Mm-hmm. En dan ook vragen of zij behoefte hebben aan zo'n belcontact. Mm-hmm. En dan zie ik wel dat in de afgelopen 14 dagen, dat we in feite al meer en meer aan huis gebonden raken, dat er wel dingen gaan verschuiven. Hoe weet u welke personen u kunt bellen? Of heeft u een lijstje of krijgt u dat aangereikt van iemand? Dat is een mooie vraag. Wij werken bij Welzijn Ouderen Borne Wijkracht altijd al met heel veel vrijwilligers samen. Mm-hmm. Dan kun je denken aan bijvoorbeeld de vrijwilligers die het eetpunt draaien. Vrijwilligers die mensen ondersteunen bij hun thuisadministratie. Wij hebben in totaal een groep van rond de 70 vrijwilligers bij ons actief. Die mensen vragen wij dus nu ook van, met wie hebben jullie contacten? En kun je misschien met die mensen nu ook meer contact onderhouden? Mm-hmm. En hoe werkt het? Dus vanuit die hoedanigheid zijn wij wel verweven in Borne en kennen we heel veel mensen.
En we kijken dus ook naar, nou, met welke mensen hebben we nu contact om hun te ondersteunen bij problemen die er leven. En dan is het nu bijvoorbeeld ook vanuit ons als professionals dat we mensen contacten. En dan merk je van, goh, wat lief dat je belt, of wat fijn dat je belt. En dan is het bijvoorbeeld ook een aanbod van, goh, maar zou het fijn vinden om elke week of om de dag gebeld te worden? En als mensen daar dan ja op zeggen, dan melden we ze aan om deel te gaan nemen aan het project van Thuisbelmaatje. Krijg je daar veel respons op, dat mensen dat inderdaad willen? Wij krijgen nu respons als we mensen zelf actief benaderen, hè, mensen die bij ons bekend zijn als gast van een eetpunt of in onze eigen contacten, dan zijn er veel mensen die daar graag gebruik van willen maken. Ik denk dat er nu op onze lijst zo'n 30 mensen hierin opgenomen zijn. Die u dus dan regelmatig terugbelt? Ja, vrijwilligers gaan mensen dan dus regelmatig bellen. 1-2 keer in de week, of in ieder geval wat zij zelf aan het einde van het gesprek afspreken. Ja. En die gesprekken, ja, daar komt natuurlijk van alles naar boven. Het zal vast niet alleen koetjes en kalfjes zijn. Nee, hoe de gesprekken gaan verlopen, dat kan ik nog niet zo heel goed zeggen. Mm-hmm. Wat mijn eigen ervaring tot nu zelf, als ik mensen spreek, dan vinden ze het fijn om even te horen, om even te kunnen vertellen. En wat we ook doen, is mensen gewoon vragen van, goh, maar heb u zelf ook nu mensen waarvan u denkt van, goh, daar zou ik best eens even contact mee kunnen opnemen. Ik ben eigenlijk wel benieuwd, hoe is het met, mijn oude buurvrouw of zo van dat we ook mensen zelf uitnodigen om, denk, ja. Kijk ook om je heen, wie zou jij kunnen bellen? Mm-hmm. Als mensen dit horen en ze willen hier zeg maar ook graag misschien zo'n gesprek hebben, kunnen ze ergens naartoe bellen? Kunnen ze zelf bellen? Ja, mensen kunnen zelf bellen. En dan kunnen ze bellen met de receptie van Wijkracht. Dat is de organisatie waar Welzijn Ouderen onder valt. Mm-hmm. Dat is 088-945-5722. Ja, ik zal het dan ook nog even herhalen. Ja, 088. Ja, oh, jij herhaalt het. Ja, het is 088-945-5722. Ja. Ja, en dan krijgen ze de receptie van Wijkracht aan de lijn. Meestal is dat Karin of Anita. En die weten precies als mensen aangeven van, goh, ik bel voor een thuisbelmaatje in Borne. Dan weten hun precies welke vragen ze kunnen stellen en hoe het dan bij ons komt. Mm-hmm. Dat werkt op dit moment heel erg prettig. En nou, hoe dan de verdere werkwijze is, als mensen zich aangemeld hebben, dan nemen wij, Ellen, ik of onze stagiaire Lindsay, met mensen contact op om te vragen van wie ze zijn en wat ze prettig zouden vinden. En dan maken wij een koppeling naar de vrijwilliger. En dan neemt de vrijwilliger het contact over door mensen met regelmaat te gaan bellen. Initiatief is nu natuurlijk ontstaan in deze crisistijd. Is dat een initiatief wat langer blijft? Of blijft dat, hoe lang blijft het nog? Nou, het blijft in ieder geval zolang het nodig is. En wat wij sowieso in onze organisatie heel belangrijk vinden, is om in contact te zijn en te blijven met mensen in kwetsbare situaties. Mm-hmm. En als dan een thuisbelmaatje daar iets in kan betekenen. Maar vooralsnog denk ik dat het vooral voor nu belangrijk is. Oké. Okay. Hoeveel telefoontjes heb je op een dag? We hebben nu eigenlijk vrijwilligers die dus al werkzaam zijn bij Welzijn Ouderen Borne en Wijkracht. Die hebben we gevraagd of zij belmaatje zouden willen zijn. En dat is een groep van nu zo rond de 15 mensen. Mm-hmm. Misschien zelfs al wel iets meer. Dus het aanbod is er voldoende. Vragen komen nu langzaam binnen. We hebben bijvoorbeeld ook ons dit thuisbelmaatje aangegeven bij thuiszorgmedewerkers, bij praktijkondersteuners van huisartsen. Juist die mensen, die mensen zeg maar in de eerste linie, zouden wij ook graag willen ontlasten door dit te kunnen aanbieden. Ja, er is in ieder geval behoefte aan, dat is wel duidelijk. Ja. Ja, en misschien, ik vind het ook wel leuk om nog heel eventjes de lijn te leggen naar heel veel mensen die ook gewoon spontaan hun hulp aanbieden. Mm-hmm. En ik dacht ook dat jullie hebben ook lijnen met de Facebookpagina van Corona Hulp in Borne. Ja. Wij kunnen niet
alle praktische hulp en zo nu inzetten. Omdat onze senioren, onze vrijwilligers vooral ook veel tot de seniorendoelgroep behoren. Mm-hmm. Daar waar mensen bijvoorbeeld dan vragen hebben voor hulp bij het doen van een boodschap of ophalen van medicijnen of een kaartje brengen naar de brievenbus. Dat wij voor dat soort praktische dingen dan ook de mensen die zich aangemeld hebben via coronahulp in Borne, dat wij daar proberen lijntjes met elkaar te gaan leggen. Oké, dat is inderdaad goed om te weten. Nou, laat ik tenslotte nog even het nummer herhalen als mensen contact met jullie willen. Dat is 088-945-5722. Klopt helemaal. Oké, Joke, succes met je werkzaamheden. En dank je voor je tijd. Ja, dank je wel.